Welkom bij de Level Up Artist podcast! Oh my god, wat fijn dat je weer intuned. Thank you for listening. Ik ben heel erg benieuwd van waar jullie allemaal luisteren. Of het YouTube is, of Spotify, of uh, Amazon, I don't know. Wherever you are. Um, laat alsjeblieft een review achter. Ben je op YouTube, like dan de video en um, subscribe uh, to my channel, want dan krijg je elke keer een update wanneer er een nieuwe episode is. Maar welkom artiesten, creatives en anybody who is listening. Um, ik ben best wel enthousiast, want ik had een um, aanbeveling gekregen voor een uh, serie wat ik moest kijken. Um, tenminste niet moes, maar ze waren er heel erg enthousiast over. En ik kon als Kimberly, well music business coach, juridisch adviseur voor de artists, de creatives, niet laten om dit niet te doen. Um, so I had to act and I had to see it. En als ik jullie zeg, ik was hooked. Het is een combinatie van fictie en non-fictie, uiteraard. Want niet alles klopt helemaal met de realiteit. Maar oh my god, wat was dit interessant en wat heeft dit me weer zoveel stof gegeven om content over te posten. En ook om deze podcast over te doen. Want zoveel dingen die ik eigenlijk wil um, bespreken. Maar first things first. Want je zou wel denken van oké. Okay, sorry hoor, als het geluid eventjes al was. Ik moest ineens mijn gezicht jeuken. <laughs> hey, shit happens. Maar, even serieus. Voor degene die natuurlijk uh, vol smacht zit te wachten van... Oké, okay, waar heeft ze het nou over? Waar praat ze over? Vertel dan gewoon. Ik heb op... Um, Netflix een mini-docu-achtige serie gekeken over Trrr... Trrr... Spotify het heet de playlist mocht je even gewoon niks te doen hebben of niks te kijken hebben of weet je gewoon even niet um... Wat je nu eventjes moet kijken. Geloof me. Dit is super interessant. Ben je ook maar een beetje geïnteresseerd in um, artiesten. of hoe Spotify, platforms, streamingsplatforms, als dat. überhaupt tot stand zijn gekomen. en, en wat het verdienmodel is, et cetera. Kijk daarnaar. Het is. wat ik zei. Het is wel een vorm van fictie en non-fictie. Dus het is wel. Um, ja, hier en daar wat geromantiseerd en uh, soms misschien wat overdreven. Maar um, het is wel echt real. Waarom ik het zo tof vind, is uh, het zijn ongeveer maar zes uh, episodes. Maar elke episode, um, elke aflevering um, wordt verteld vanuit een um, ander perspectief. Dus de eerste episode, dan uh, wordt het verteld vanuit de visie van, het, van de maker. En um, dat is natuurlijk die Daniel uh, Ek, hoe ik het ook uitspreek. Maar in ieder geval de, de founder van Spotify. Uh, dus eerst gaan ze het hebben over de visie en hoe dat eigenlijk is ontstaan, hoe hij op het idee is gekomen, wie hij is en waar zijn motivatie eigenlijk vandaan kwam. Uh, Daniel Ek is dus de founder van Spotify. En vervolgens gaat het dan verder in episode 2. Dan wordt er een um, stukje verteld vanuit uh, de industriekant. En uh, dat wordt verteld vanuit um, het perspectief van uh, label, Sony-labelbaas van Zweden. Die ja, op een gegeven moment. Misschien ben je te jong om te luisteren, maar als je mijn leeftijd bent, dan heb je dat ook meegemaakt. Er was natuurlijk op een gegeven moment een periode dat we van CD overgingen naar alles digitaal. En we alles downloaden van weet ik veel wat, allemaal Napster, Pirate Bay, dat soort dingen. En Pirate Bay was dus um, opgericht in Zweden. En ja, dat was het begin van het downloaden, torrents, illegaal downloaden van muziek, et cetera. Waardoor gewoon heel veel mensen in de muziekindustrie hun banen hebben verloren. En de labels gewoon even helemaal niet meer wisten hoe ze nog aan geld moesten komen. Hè? Want uiteindelijk, hè, ik ga gewoon eerlijk zijn, um, de artiesten werden toen sowieso ook al genaaid. Dus... Het ja. waren toen meerdere labels die dachten: van shit, hoe gaan we dit doen? Maar goed, dat terzijde. Dus de tweede is vanuit de industrie: van oké, okay, wat gebeurt er allemaal nu alles digitaal wordt? Derde oogpunt vind ik het meest interessante, um, want dat is vanuit het oogpunt van de jurist. De jurist die dus eigenlijk de deals heeft uh, onderhandeld om te zorgen dat Spotify überhaupt de licenties, de toestemming had om. Uh, muziek via hun streamingplatform uh, te krijgen. Nou, dat was nogal een gevecht. Een behoorlijke strijd. Want het is natuurlijk niet makkelijk geweest om de oude labels te overtuigen dat ja, streaming de future was. Um, het was aan de ene kant natuurlijk of je gaat erin mee en pikt er toch nog wat van uh, af. Of het gaat gewoon helemaal kapot door. Platforms als Pirate Bay en zo die gewoon alleen maar rippen en um, ja, eigenlijk helemaal niks geven aan artiesten en, en labels. Dus ja, op een gegeven moment zijn er een aantal mensen natuurlijk uh, gaan inzien van ja, we zullen wel moeten, weet je? Want anders gaan we gewoon verdrinken hier zo. Maar goed, dat is dus deel 3. Super interessant. Dat is, uh, gaat over uh, hoe de jurist dat heeft gefixt. Waar zij allemaal tegenaan liep en hoe dat allemaal een beetje is gelopen. Deel 4 um, gaat over de partner van Daniel Eck, dat is uh, uh, Martin Laurensen. Hij, uh, ja, hij was eigenlijk de financierder, de, ook de genius achter alles. Want ik denk dat heel veel mensen gericht zijn op Daniel Eck, natuurlijk voor het idee um, en, en de tech erachter en alles. Maar zonder Martin was het natuurlijk nooit van de grond gekomen. Want hij heeft gewoon wel ook het grootste risico toch genomen. Weet je wel, met zijn geld en zijn connecties en zijn mensen en zijn oog voor wat er nodig was om Spotify zodanig neer te zetten. Een echte ondernemer, gewoon. Een beetje ADHD-type. En um, heel mooi stukje, trouwens, zelfs in, in de episodes, waar hij pas op latere leeftijd eigenlijk pas beseft dat hij een beetje op het spectrum. Uh, uh, zit, als het gaat om ADHD, heel veel wat oudere mensen die, die ouder zijn dan, dan, dan ik, bijvoorbeeld. Ik ben 36, die, die wisten niet anders dan dat ze druk waren of zo, weet je. Die hadden nooit het label ADHD of ADD of wat, wat dan ook, weet je. Autisme, al die dingen zijn natuurlijk pas later ook uh, gediagnosteerd. <laughs> gediagnoseerd. Gediagnoseerd. <laughs> hey, sorry, I'm not perfect, maar uh, jullie weten wat ik bedoel. Zie je, dat bedoel ik hè. Ik heb al in een eerder podcast gezegd. Soms kan ik niet meer Nederlands uh, spreken. Dus uh, forgive me. Sometimes I'm just gonna say it in English. Because it's easier for me. Dus. Uh, was ook wel een heel erg, ja, vond ik wel een um, emotioneel moment. Dat je aan de ene kant beseft dat juist daardoor je zo uh, uniek bent en zoveel succes hebt. Maar toch ook. Dat je duidelijk voelt dat je gewoon echt niet als anderen bent. En soms wil je toch wel norm... Ja, tussen aanhalingstekens normaal zijn. Want wat is normaal? Maar uh, dat is dus uh, het, volgens mij het vijfde deel. Het vierde of vijfde deel ging... Uh... Oh, sorry, ik sla eentje over. Ja, het vijfde deel, dat is inderdaad die partner, dus die... Uh, die financierde die, die mede-oprichter. Maar deel 4 was nog vanuit het programmeur. Dus uh, Daniel Eck heeft natuurlijk een heel team bij elkaar gebracht: van programmeurs en uh, technical geniuses, die de player natuurlijk heeft moeten maken. Dus die Spotify heeft moeten bouwen zoals het uh, was. Um, ja, en dat is weer echt de technische kant, maar ook gewoon het laat zo weer zien dat, dat dit soort companies. Zoals de Facebooks en de dingen. Het gaat nooit helemaal clean. De mensen die er eigenlijk voor zorgen dat het überhaupt lukt... ...die worden toch weer zwaar ondergewaardeerd. En behandeld als... Ja, ik, ik kon maar niet helpen dat het um, niet altijd even prettig voelde. Maar die visie was zo sterk van die Daniel... ...dat het hoe dan ook zou het gebeuren, weet je. Dus... Dan kan je, uh, either you get with the program, <laughs> or you just leave, weet je. En ik bedoel, al die mensen hebben wel geld gemaakt, want ze hebben allemaal of equity gekregen in Spotify, of natuurlijk gewoon met een grote lomsom zijn ze in principe uh, weggegaan. Maar ja, die programmeurs, die doen het natuurlijk vanuit de ideologie. Die, die werken vaak niet per se om, om de money. En uh, op een gegeven moment, ja... Sommige mensen hebben een visie en die wilden, willen ze gewoon kosten wat kost halen. Um, en dan krijg je wrijvingen. Uh, maar de kant waarop Spotify is gegaan, uh, is in ieder geval niet helemaal zoals die programmeurs het uiteindelijk hadden gewild. Uiteraard. Dus ja, je snapt al wel dat daar ook al een beetje um, hmm, randjes aan zitten. En dat was dus episode 4. Nou, en episode 5 was dus die partner waar ik het net over had. Uh, wat zijn uh, loop, uh, aanloop daarna is geweest, naar het succes. En hoe hij die financieringen voor elkaar heeft gekregen, et cetera. En dan heb je de laatste episode. Dat is episode 6. En dat is geschreven vanuit de artiest. Want door, dit hele, uh, door deze hele korte miniserie. is er één artiest die ze de tijd noemen. Dat is dus een soort van jeugdvriendin uh, geweest van uh, Daniel Eck. Uh, van school en zo. Volgens mij had hij vroeger ook wel een lichte crush op haar. Maar in ieder geval. <laughs> vond hij haar altijd wel interessant qua muziek. En eigenlijk is zij ook een van de inspiratiebronnen geweest. waarvoor hij Spotify heeft gemaakt, onder andere. En ja, op een gegeven moment. zie je haar. met de keiharde realiteit geconfronteerd. dat je als artiest, ook al heb je. 200, 300.000 streams per maand. Je gewoon nog steeds juni kan betalen. Je gewoon nog steeds niet kan leven van je muziek. Als je het alleen op de streams van de streams moet hebben. Um, in de serie tussendoor zie je ook dat ze ergens een deal soort van krijgen aangeboden van Sony of, of van Universal een van de dingetjes. Um, en dan is ze hartstikke blij, want dat was natuurlijk nog een tijd. Uh, bestek, dat je echt blij was als een label je tekende. Uh, nu zijn mensen wat meer wakker geworden, uiteraard. Maar toen was dat natuurlijk een van de weinige manieren waarop je het nog kon maken en kon leven voor je muziek. Uh, maar ja, uiteindelijk, waarschijnlijk is het een super shitty deal geweest. En uh, gewoon hoe ze dat al lieten zien in die show. Ik zie gewoon gebeuren dat het heel vaak zo gaat. Ik bedoel, de advocaat stond al klaar met de papieren van. Ah, Ga je mee? Want dan kunnen we gaan tekenen en zo. Weet je wel? We kunnen even bespreken wat het is. Zo fout. Maar ik weet gewoon zeker dat dat zo vaak ook zo gaat. En het enthousiasme en het gevoel dat je een uitverkorene bent. En, en, en dat je de nieuwe um, Taylor Swift kan worden. Weet je wel, basically. Ja, met die gedachten tekenen mensen dan. Want ze denken ook, het is now or never. Um, en dan zie je ineens van de jaren later dat je er of natuurlijk eigenlijk niet zoveel uit hebt gehaald. Niet iedereen heeft altijd die succes. Labels eten natuurlijk nog steeds het meeste. En helemaal met de komst van streaming is het gewoon natuurlijk aanzienlijk minder geworden. Wat labels uh, verdienen, maar ook wat artiesten verdienen. Maar uiteindelijk, um, door Spotify als eerste streamingsplatform. Um, daarna natuurlijk, zoveel anderen zijn gevolgd. Maar um, hoe hebben ze die deal natuurlijk voor elkaar gekregen, überhaupt? Dat is door een deel van de ownership weg te geven aan de labels. Dus als het goed is tot de dag van vandaag, volgens mij nog steeds, um, ownen de, de grote labels um, toch wel een hap van Spotify. Dus uh, je kan zeggen rond, uh, er niet op vast, maar rond de 20, 30%. procent uh, wordt nog steeds geowned door labels. Dus dat wil toch nog zeggen dat zij nog steeds de power hebben en misschien zelfs meer verdienen nu dan ever, weet je, omdat um, ja, de, 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 de aantallen wat artiesten krijgen per stream is nog steeds ja, niet echt veel. Dit 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 leer ik ook aan mijn artiesten. Hier coach ik ook over van joh, weet je, de harde realiteit is gewoon dat je alleen van streaming het gewoon niet gaat kunnen hebben. Heb je natuurlijk um, een, 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 een vaste following en heb je vaste luisteraars en haal je die miljoenen per streams? Tuurlijk, dan komt er heus wel wat lekkers binnen. Maar alleen van streaming ga je niet overleven. Dat kan gewoon niet. Dus ja, dit is dan eventjes zo'n seintje naar de artiest. Ten eerste, kijk gewoon die miniserie, de playlist. Het is op Netflix. Daar zal je heel veel wijzer van worden. En het is gewoon interessant als je een beetje een dromer bent. Um, maar uh, wat ik vooral wil zeggen is, je moet gewoon meerdere inkomensstromen hebben. En meerdere inkomensstromen als artiest is gewoon kijken naar alle opties, weet je, waardoor je toch um, kan blijven doen wat je, wat je leuk vindt als muziek maken, Maar ook gewoon op andere manieren inkomsten maken. Denk aan merch, denk aan subsidies, denk aan, inderdaad, gigs, maar ook aan andere brand-samenwerkingen. Uh, denk aan andere manieren waarop je je muziek kan inzetten, weet je wel, met sync deals, publishing of gewoon. Um, zelf, uh, zeg maar, jingles, dingetjes maken voor bedrijven. Dat soort dingen zijn allemaal vormen die extra uh, inkomsten kunnen genereren voor jou als artiest na streaming. Um, en wat ik nog belangrijk vind, kijk, Spotify is en blijft nog steeds een van de grootste. Ze hebben nog steeds het grootste marktaandeel. Um, en Spotify heeft heel lang volgehouden dat. Uh, zij niet onderdeel zijn van de muziekindustrie, maar dat zijn ze wel degelijk. ze zij zijn, de, zij zijn de bepalers toch wel. En Spotify, omdat ze gewoon nog steeds het mooiste platform hebben en um, het populairste zijn, zullen mensen altijd hun muziek wel op uh, Spotify willen hebben. Hoewel, als je naar de cijfers kijkt, is Spotify niet eens de beste betaalde. Kijk, toen ze begonnen waren ze natuurlijk de enige die überhaupt nog wat betaalde. Maar later zijn natuurlijk zoveel streamingsplatforms gekomen. Uh, Apple, uh, YouTube heeft nu ook een streamingsplatform. Tidal, Deezer, hè? Amazon heeft het nu ook. Er zijn genoeg. Uh, Deezer bijvoorbeeld uh, betaalt veel meer aan artiesten dan uh, Spotify. En om je eigenlijk even een... Um voorbeeldje te geven van wat het streamen bij Spotify alleen oplevert. Zodat je gewoon een beeld hebt van, oké, okay, hmm, waar heeft het nou over? Nou, in 2021, dat is even de laatste meting. Volgens mij meten ze dat elke twee of drie jaar, I don't know. Um, maar dat zal niet veel schelen hoor, van dit. Maar in ieder geval, in de laatste metingen is een stream bij Spotify tussen de 0,0026 cent en 0,0072 cent, maar met de gemiddelde van 0,0034 cent. Dus laten we even dat nemen. Per stream ongeveer 0,0034 cent krijg je als artiest of als masterrechten owner van de track. Dat betekent dat als je 1000 streams hebt, je ongeveer 3,40 euro hebt verdiend. Heb je 100.000 streams, zit je rond de 340 euro. Nou, je, je hoort al waar ik naartoe ga. Je hebt pas bij een miljoen streams, dus 3400 euro. Dus dat betekent dat je, wil je überhaupt een beetje gaan kunnen leven, je waarschijnlijk. Minimaal 12 tracks uit moet hebben die allemaal een miljoen streams hebben, of, of één track die 12 miljoen streams uh, opleveren, dan zou je nog misschien kunnen rekenen op een 34k uh, in een jaar. Maar het erge is nog, je bent vaak ook niet alleen. Je hebt het samen met de producer gedaan. Je hebt het misschien nog samen met de songwriter, of je bent getekend bij een label. Nou, dan gaat er alweer een deel van die 3,40 euro per duizend streams af. Dus. Met die cijfers, inderdaad, ga je never kunnen leven. Van je muziek alleen. Dus je moet wel. En deze serie heeft me zoveel doen nadenken. Want aan de ene kant hebben heel veel grote artiesten, als Taylor Swift en anderen, hebben gedreigd om hun muziek natuurlijk daar weg te halen. En hebben dat ook gedaan. Maar, uh, en doen dat soms nog steeds. Velen zijn nog steeds in protest tegen Spotify. Maar als zij het niet hadden gedaan, als zij dit niet hadden gemaakt, wat was er dan met de muziekindustrie gebeurd? Want dan was alles gewoon voor, voor het oprapen. Dan was er helemaal niet meer uh, een manier om te verdienen. Natuurlijk zou er altijd wel iemand komen die met een idee komt, maar eerlijk is eerlijk, dit was wel de manier waarop het op een. Meer uh, gestroomlijnd, gestructureerd, uh, legit manier kon, zeg maar. Maar dat het een rip-off is, dat is zeker. Want de artiesten zelf, die houden echt niet zoveel over. En steeds meer werd er natuurlijk ook wel bekend dat Spotify, uh, dat zal je ook zien in die, uh, een van die laatste episodes, dat ze hè, bepaalde favors hebben voor natuurlijk artiesten die bij labels zitten. Dat er constructies zijn van betaalde playlists, um, qua promotie en zo. Dat ze, wanneer ze een artiest meer promoten, dat ze meer van de royalties inhouden. In dat soort dingetjes zijn gewoon echt wel real en, en hebben plaatsgevonden. En dat brengt gewoon die schuine ogen naar, uh, die scheve ogen, <laughs> boze ogen naar uh, Spotify omdat ja, op die manier is het dus niet meer dat platform wat zogenaamd voor iedereen zou zijn. En voor de artiesten de uitkomst zou zijn. Het is nog wel een van de place to be's om ontdekt te worden. Dat zeker. Maar het is zeker al lang niet meer de best betaalde. En ja, ik blijf zeggen het feit dat ruim 20-30% toch door alle grote major labels geowned wordt. Ja, is de vraag toch van, hmm. uiteindelijk is de artiest toch weer de lul hierin. En het deed me gewoon zoveel pijn. Want inderdaad, heel de tijd zat ik me af te vragen, maar hoe zit het met die artiest? Als je die story kijkt, dan ga je het snappen. Maar ik zat heel de hele tijd te denken inderdaad van, oeh, hoe zit het met die artiest? Want niemand denkt daaraan. Iedereen zit aan de big box te denken en weet ik veel wat. Maar what about de artist die gewoon moet leven en die, die eigenlijk niks anders wil doen? Waarom wordt er altijd op muziek zo ja, neergekeken. Zo van oh, je bent maar je bent een artiest. Of wat. terwijl vooral als ik altijd terugdenk aan de pandemie, hè, dan denk ik altijd aan de tijden dat we binnen zaten. De tijden dat we um, alleen maar series en films konden kijken. En, en TikToks kon, konden maken. En, en uh, endless muziek konden luisteren. Omdat dat het enige was wat ons zen hield. Toen is er een beetje besef gekomen: van oh ja, eigenlijk is cultuur en muziek en art gewoon super belangrijk. Het is gewoon essentieel voor ons levensonderhoud, letterlijk. Maar toch, hè, als we zeggen dat we artiest zijn, voelen we ons zo alsof we moeten verantwoorden: van ja, maar ik doe ook dit en ja, maar waarom zou dat niet genoeg mogen zijn? En dan denk ik aan dit soort dingen: denk ik ja. Als je niet eens behoorlijk kan verdienen met je streams, puur je muziek. Ja, dan snap ik waarom we dan ook er zo op neerkijken. En. En soms niet eens helemaal durven te ownen dat we artiest zijn. Maar goed, dat is gewoon de realiteit waar we in leven. En. Um, ik ben er gewoon om artiesten bewuster te maken van de mogelijkheden die er allemaal nog meer zijn. En nog wel zijn. Want we kunnen lang en breed staren op wat er niet goed gaat en wat er niet is. Maar ik focus me altijd liever op de opportunities en um, wat de mogelijkheden zijn. En ik geloof gewoon heel erg dat als we in tune zijn en in line zijn met uh, onze roeping, onze purpose, dat the money, the money will come. Daar ben ik gewoon van overtuigd. En soms is dat niet meteen hoe je het verwacht. maar it will come. Weet je hoe dapper artiesten zijn. Die, die er volledig voor uh, willen gaan. En uh, alles op alles zetten om muziek uit te brengen. Om een stukje van hun ziel te delen met de wereld. Dat is... Dat uh, is out of this world. En zo voel ik mij elke keer als ik een release breng. Dat ik, aan de ene kant ben ik zo... Ja, uh, yeah, ik wil niet zeggen angstig, maar zo. Je voelt gewoon van, oh my god. Dat, dat gevoel is heel gek. Ik kan het niet omschrijven, want je bent altijd um, uh, excited voor wat mensen gaan vinden. Maar je bent ook een beetje bang voor, oh, wat gaan mensen vinden. And, uh, maar toch doe je het. Because you're brave as fuck. We zijn strijders. We doen het voor die level up. En. Ik vind gewoon echt dat er toch nog meer regulering mag komen als het gaat om vaste bedragen per streams. Want dit is nog steeds gewoon niks, weet je, waar, uh, wat een Spotify en zo betaalt. Als het al maar een stukje beter ging, als er ook maar één decimaal schoof, dan geloof me, dan had, hadden heel veel artiesten het veel beter. En het geld is er, weet je. Maar ja, I'm ranting guys. Maar dit is waarom ik doe wat ik doe jongens. Ik, uh, ik heb dus de Level Up Artist Program niet voor niks opgericht. Omdat ik gewoon het voor artiesten begrijpelijk wil maken van hoe deze industrie werkt. En, en hoe je nog meer kan, jezelf kan profileren als artiest. Maar dat begint wel met het leren van hoe deze wereld in elkaar zit. Het investeren in die kennis en, en die wisdom weet je. Hoe uh, ernstig ik ook voor de artiest altijd zal zijn en ben, vind ik ook dat de artiest een eigen verantwoordelijkheid daarin heeft. Weet je. We kunnen niet altijd maar weglopen, uh, wegkomen met. Ja, die labels ook altijd met de slechte deals en dit en dat. Nee. Business is business. En jij moet je business ownen. En dat doe je door op tijd hulp in te schakelen, door onderzoek te doen van hé, hey, hoe werkt dit? Wie zijn er mensen die mij daar eventueel kunnen helpen? Want ik snap echt wel dat je dat zelf niet helemaal uh, begrijpt. Want het is en blijft een soort warboel, de music industry en, en hoe alles werkt qua rechten en royalties en zo. En daar probeer ik dan um, als music business coach uh, verandering in te brengen. En in ieder geval artiesten wat meer bewust uh, te maken. Dus ja. Investeer in die kennis, weet je. Ga niet altijd in slachtofferrol spelen, want artiesten, het wordt ook tijd dat jullie wakker worden, weet je. It's, it's time to level up. Het begint met jou, want het is jouw carrière. Niemand gaat harder voor je carrière uh, werken dan jij. Althans, zo hoort het te zijn, weet je. It's your life. You only have one life. Ik kan me zo een quote herinneren van iemand die zei, uh, die zei, die wilde heel graag uh, atleet, topsporter worden, maar hij was echt overweight en uh, overgewicht en alles. En iedereen was een beetje van, uh, oké, okay, hoe ga je dat doen dan? Want dan ga je wel echt, uh, heb je een lange weg te gaan, weet je. Maar op een gegeven moment is hij toch ervoor gegaan, heeft hij zich helemaal overgegeven aan het feit dat hij dat gewoon is en, en, en uh, de wereld zal het weten. En hij zei iets van: um, This isn't my practice life. This is my only life. En heel vaak, en dat komt zo bij me binnen, want heel vaak behandelen we allemaal ons leven alsof we genoeg tijd hebben. Alsof we genoeg kansen hebben. Terwijl nog een keer, morgen is niet beloofd, jongens. Dus wat kan je vandaag al doen voor jezelf? Om te groeien, om dichter bij je doelen te komen. Wat kan je überhaupt doen om te kiezen voor wat je echt wilt? In plaats van te schuilen achter een hoop excuses die we allemaal verzinnen om maar niet te doen wat we eigenlijk willen doen. This isn't your practice life, this is your real life. And one day it will end. Dus, wat ga jij doen om naar de next level te komen? Dat is mijn vraag naar jou. Ik ben heel erg benieuwd, guys, wat jullie vinden van uh, deze episode. Um, en van, als de, voor degenen die gaan kijken, van de playlist. Super interessant. Het is wel Zweeds gesproken. Je kan natuurlijk gewoon ondertiteling kijken, maar ik vind dat altijd heel erg tof om uh, gewoon foreign movies en series te kijken en zo. Um, en ja, we hebben hier toch mee te maken, guys, want we zitten allemaal op Spotify en we willen allemaal daar ons doorbraak hebben. Dus ja, verdiep je dan ook een beetje in de founder en in en, en hoe het is ontstaan en wat het platform eigenlijk allemaal doet. Heel interessant. Dus, dat was hem dan weer. Thank you for listening, guys. En uh, als je dus met me in gesprek wil over de Level Up Artist Program, over de music business of ander juridisch advies, stuur me gewoon een DM of. Boek een gratis call met mij. Doe heel vaak gewoon intakes. En dan kijk ik wat ik voor je kan betekenen. Tot de volgende keer. Strijders, I love you. Thank you for listening. Um, en yeah, ja, it's time to level up, man. Bye.